Goedemorgen allemaal. Vorige week kreeg ik een vraag van een onderneemster. Ze zei: Marcella, wil jij een tutorial maken van je classy haar omhoog methode? Nou, ik was echt helemaal blij verrast, want mijn haar is toch meestal mijn struggle. En dan bedoel ik niet mijn gorgeous grey, maar wel de fijnheid van mijn haar. Als ik 's ochtends gedoucht heb, dan doe ik daar een curling definer in en ik laat het opdrogen en dan is dit het resultaat. Nou, je ziet het wel, hè? Het is heel fijn en daardoor draag ik het ook niet los. Ik laat jullie vandaag zien in een video hoe ik mijn haar stijl zodat het een classy haar omhoog look krijgt. Ik gebruik altijd de rolborstel, haarspeldjes in de kleur van mijn haar, kijk maar, want gebruik je haarspeldjes die donkerder zijn of lichter, dan ga je ze zien en dat is gewoon minder mooi. Er zijn natuurlijk heel veel methodes om je haar vast te zetten, maar dit is de manier waarop het voor mij heel goed werkt. Nou, ik laat jullie zien hoe ik dat voor elkaar creëer. Ik pak eerst een lok aan de achterkant, want ik heb hierachter een vrij duidelijke kruin. Waardoor het ook minder goed valt, zeg maar, mijn haar. Dus ik pak die lok en ik draai hem een beetje naar beneden. En ik verwarm mijn haar. En dan laat ik hem gaan. Al omdat mijn haar vrij fijn is, dat ik maar heel weinig warmte hoef te gebruiken, zodat er toch al een bepaalde slag in komt. Nou, ik vind het nu eigenlijk al best wel oké. En wat ik doe, zodat het goed blijft zitten, dan gebruik ik een vrij droge haarlak. Want anders is hij te zwaar en dan word je ook weer te nat voor mijn haar. Dus ik druk als het ware mijn krullen, hè, mijn slag die ik in mijn natuurlijke haar heb, druk ik er een beetje in. Knijp het omhoog, ook de voorkant. Nou, dit is zeg maar mijn wilde party look, maar zo ga ik niet naar mijn werk. Dus dat doe ik. Ik pak de speldjes en dan draai me even om. Dan zet ik precies die plukken die dan over mijn kruin vallen vast met een speldje. En wat ik dan doe? Ik zet het heel erg rommelig vast, want dat is de look die bij mij past. Mijn kledingstijl is vaak netter, klassieker, classy en trendy. En dan mag mijn haar wat losser. Normaal kan ik ook de achterkant van mijn haar zien in een hele mooie dubbele spiegel. Maar in dit geval doe ik het zonder zichtbare achterkant. Nou, eigenlijk voel ik me hier heel goed bij. Nog een paar mooie oorbellen in. Mijn ringen. En zo ben ik klaar om aan het werk te gaan. Dit is mijn classy haar omhoog look. Ik wens jullie een hele mooie dag. Met deze video wil ik jullie inspireren om ook bewust te zijn van jezelf, van je uiterlijke communicatie. Met mijn bedrijf adviseer en inspireer ik ambitieuze ondernemers en professionals hoe ze meer zichtbaar zichzelf kunnen zijn als versneller van succes.